Het was woensdagmiddag even mogelijk om te tijdreizen door Druten. In Den Bogert kon met virtual reality rondgelopen worden door de Hoge Straat zoals hij eruit moet komen te zien in de toekomst. De gemeente Druten had een aantal gamefanaten gevraagd om de nieuwe Hoge Straat na te maken. En woensdag konden nieuwsgierigen de eerste resultaten daarvan zelf ervaren. Er gaat nog hard gewerkt worden aan uitbreiding. Het moet ook mogelijk worden om te gamen in de VR-versie van de Hoge Straat. Dan zou je bijvoorbeeld met een auto door de straat kunnen racen, tot grote spijt van de bewoners van de echte Hoge Straat. Want die hoopten eigenlijk dat de straat compleet autovrij zou worden. Er is witte rook over de Dorpensingel. Zowel de gemeente Lingewaard als de gemeente Nijmegen is akkoord gegaan met het aanleggen van een weg tussen Bemmel en de N325. Op die manier hoeft verkeer vanuit Bemmel niet meer door Lent om in Nijmegen uit te komen. De nieuwe wijken in Nijmegen-Noord zijn nu nog een ideale sluiproute om zo snel mogelijk bij de Waalbrug te zijn. Er is jarenlang getreuzeld over de aanleg van de Dorpensingel, maar nu beide gemeenteraden hebben ingestemd, zit er eindelijk schot in de zaak. Probleem zijn nog wel de financiën. De gemeente Nijmegen heeft 5 miljoen euro apart gelegd. Samen met de 1,5 miljoen euro van de gemeente Lingewaard is dat nog lang niet voldoende. Er is dan nog zo'n 5 miljoen euro nodig om de Dorpensingel werkelijkheid te kunnen maken. De gemeente hopen dat de provincie uitkomst kan bieden. Driemaal is scheepsrecht. De lijnen en pijlen op het Keizer Karelplein lijken dan eindelijk af. Nadat drie gedragswetenschappers de beleiding zelf hadden aangebracht met duct tape om de fietserschaos te verminderen, besloot de gemeente Nijmegen dat plan met echte verf te gaan uitvoeren. De gemeente ging woensdag aan de slag, maar trok toen alleen pijlen op het wegdek. Donderdag kwamen de schilders terug om de klus af te maken. Er zijn nu ook lijnen aangebracht om de fietsbanen van elkaar te scheiden. Zo moet er een duidelijkere scheiding ontstaan tussen fietsers die willen oversteken en fietsers die de rotonde willen verlaten. De nieuwe school die in de gemeente Bergendal moet komen, komt in elk geval niet op het terrein van Entrea te staan. Dat heeft Entrea laten weten in een brief geschreven samen met de Sint Maartenskliniek en de Maartenschool. Entrea wil het gebouw in de toekomst gebruiken voor zorg en de drie organisaties zijn bang dat het vestigen van een nieuwe school op het terrein voor verkeersproblemen gaat zorgen. Organisatoren Michelle Veugelers en Isa Klaasens willen de school, die 50 weken per jaar open moet zijn, het liefst zo dicht mogelijk bij Nijmegen vestigen. Wethouder Erik Weijers wil een lijst opstellen met mogelijke locaties als het ministerie toestemming geeft voor het opzetten van de school.